Oké. Okay. Eventjes snel. Oars. Nee, potions. Potions. Ik heb potions nodig. Niet health potions. Gewone potions. Defense. Thorn. Dinges. En archery. Altijd handig. Ja. Dat. Waarom ook niet? An evil presence is coming. Nee! Ja hoor, de Eye of Cthulhu is wakker. Oh boy. Dit kan nogal problematisch gaan worden, want dit is namelijk op expert modus. En expert modus, dit kan namelijk heel erg gevaarlijk gaan worden voor ons. Ik ben namelijk ook nog eens een keer vergeten mijn shurikens en alles te pakken. Wat we willen doen is, we willen zoveel mogelijk damage al aan hem gaan doen. Ik denk dat het misschien handig is om ook gelijk de buff eventjes te gebruiken. Waardoor dat we nog meer damage kunnen doen. En we willen dus zoveel mogelijk gaan rennen, want hij heeft dadelijk dus een enorme gevaarlijke vorm. Waar we dus zeker voor uit moeten gaan kijken. En hoe meer damage dat wij hem doen, des te beter. Ik hoop dat we hem in één dag, of ja, in één nacht kunnen aanvallen. Want ik weet niet hoe lang dat de nacht duurt, omdat deze dus uit zichzelf spant. En op zich doet hij ons niet echt veel damage meer, dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Nou, we hebben genoeg pijlen, dus dat is alleen maar gunstig. Maar ik kan dus dadelijk heel spastisch gaan doen. Daar ben ik minder enthousiast over. Oké, okay. Ik heb geen zin om getennist te worden tussen jullie. Oké, okay, we doen op zich best wel redelijke damage. En daar komt zo'n hele leger aan van oogjes die hij daar de hele tijd schiet. Die oogjes die schiet hij alleen maar in expert mode. En dat is zeer vervelend, die oogjes. Ze doen gelukkig niet echt veel damage. Maar dan nog, ze zijn vervelend. Oké, ik zie nog niet eens wat ik aan het doen ben. Zo erg is het. Oké, okay, we hebben een... Oh boy. Nou is dat... Oh, oh. Sorry jongens, we spelen dit uitgezoomd. Kan er niks aan doen. Oh, we spelen dit even uitgezoomd. Ik zet dadelijk hem wel weer goed. Oh boy. Heb ik een potion nodig? Nee, ik zit nog goed. Het voordeel is dadelijk wel, als hij in zijn tweede vorm zit, wat hij nou gaat doen, dan komen er dus heel veel van die oogjes aan. Het enige nadeel is nu wel, dan doet hij wel wat meer damage. Oh, ik moet echt wat meer toortjes hier neer gaan hangen. Ik zet even snel toortjes neer, jongens. En ik gebruik toch even nou voor de zekerheid een health potion. Oké, hij dasht dus best wel veel. Maar nou is dus ook nog eens een keertje zijn defense een stuk lager. En we hebben onze archery potion ook nog eens een keer. Oké, hij is nog niet echt enorm gevaarlijk op het moment. Wee! Ik weet... Oké, daar begint hij te dashen. Oh boy. Kan ik even snel... wacht even. Misschien kan ik eventjes snel... Kom op, ik heb vuurpijlen nodig. Dankjewel. Oh boy. Dit gaat niet soepel. Wacht, dat water, daar hebben we ook een brugje over. Oké, gewoon door blijven gaan we aanvallen. Oh boy. Dat gedash van hem, daar word je niet vrolijk van. Ik kan gewoon pijlen schieten wanneer dat we kunnen schieten. Potion. Ik ga geen risico nemen. Oké, okay, ik probeer gewoon te timen wanneer dat ik dus zo'n... Hij heeft nog maar minder dan 1000 health. Kom op, dit kunnen we. Ik weet nog niet eens hoeveel tijd dat we op het moment hebben. Nee. Kom op. Oh, ik had door moeten rennen. We hebben hem bijna. Waar is hij? Kom dan. Kom op. Oh, het wordt dag, hij rent ook weg. Kom op, we hebben hem bijna. Het is handig als je in de fik staat, dan kan ik zien waar je staat.
Elf. Hoeveel helft heeft dat kring nog? Hij is neer. Oh. Oh jongens. Oh, dat ging echt zo gevaarlijk. Oh, sorry dat de audio commentaar zo langzaam ging, maar ik was zo gefocust. Oh. In ieder geval, welkom bij deze aflevering. Ik heb in de vorige aflevering dus niet het huisje kunnen laten zien hoe dat hij er dus nu op het moment uitziet. Maar nu kan ik het jullie laten zien. Oh, we hebben de Eye of Cthulhu dit first try gewoon. Oh. In ieder geval, dit is ons huisje tot nu toe zoals het eruit ziet. Er moet nog een bankje bij. We hebben de nurse hier bovenal. En ik wou dus nog eventjes de raampjes gaan maken. Maar helaas kwam toen de Eye of Cthulhu nog eens een keertje. Een dark present. Even hier even een beetje raampjes maken, want... Ik weet niet, dat vind ik altijd wel een beetje iets hebben. Zo, dat er wel een beetje een raampje in zit of zo. Op verschillende plekjes. Dus zoals hier gewoon een kleine. Nou, het hoeft niet echt groot te zijn. Gewoon echt zo. Alsof dat het netjes zo bij het raam. Of daar zo bij de deur. Hier een kleine 4x4 is al genoeg. Hier ook een kleine 4x4. En ik heb deze iets groter moeten maken. Omdat anders begon het spel van. Ja, het huisje is te klein. Dus daar moest ik wel iets groter maken. Maar lekker belangrijk. Ja, nog eentje breder, waarom ook niet? Hier een raampje. Ja hoor, gewoon zo'n klein, leuk, gezellig raampje. Waarom doe je dat nou? Even kijken, waar heb ik nou die mahoney wall? Want... Ja, ik wou deze aflevering dus... zoals jullie zien... niet eigenlijk beginnen met een boss battle, maar ja... Ik had geen keuze, ik moest improviseren van hier tot mijn kinder, want het was echt een grote improvisatie. Even kijken, voor dat huisje nog, nou ja, we hebben nog ruimte voor 3 NPC's, plus daar kan er dan dadelijk nog eentje spannen. Heb ik hier nog iets anders staan? Ja, we hebben die treasure bag sowieso, maar dat komt straks wel. Oh ja, onze klok. Tot als we hier in de buurt lopen, kunnen we ook als het goed is zien hoe laat dat het is. Ja hoor, het is nu 3 a.m. Nou ja, die klok die staat wel stil. Dus we hadden eigenlijk nog meer dan genoeg tijd. Oké. Wist ik dus ook niet zeker. Nou, we hebben in ieder geval onze nurse. We hebben ons huisje. Ik ben heel erg blij daarom. Ik heb zoiets van... Nou moet die ruimte daar zo snel mogelijk vlak gemaakt worden. Want hoe vlakker, hoe beter. Dat sowieso. En ik wil dus aan het huisje gaan beginnen van de Awesome Commons. Zodat ik bij de volgende aflevering... Ja, nog niet deze aflevering. Maar bij de volgende aflevering... al diverse comments kan gaan plaatsen op... het huisje van Amazing Commons. En zoals jullie weten gaat dat dus een marble huisje worden. Plus ik denk dat ik hier de achtergrond ook marble ga maken. Dat lijkt me ook wel eigenlijk heel erg mooi. Dus dit moet echt een stuk vlakker gaan worden. Ik denk dat ik dat helemaal gewoon een schuine ramp van maak. Dat je daar dan wel door kan lopen. En zo dat die boom iets hoger is. Dat we hier tenminste nog fatsoenlijk kunnen springen. Dus ik knip heel eventjes naar voren en ik zie jullie in een seconde. Trouwens nee, ik zie jullie helemaal niet in een seconde. Dit is nog steeds gewoon een bouwaflevering. Ik maak hier gewoon een fast-forward dinges geval van. Looks like Wilbur is throwing a party? Wat? Dat is nieuw. Wat gaat er nou gebeuren? Wie is Wilbur? Ik ben bang.
Ik zie ballon op de achtergrond. Wat is dit dan voor een event? Ken ik iets alvast? Ik heb geen flauw idee wat er nou gaat gebeuren. Wilbur is throwing a party. Heb ik nog nooit van gehoord wat dat precies doet. Even kijken. Ik wil eerst eventjes... Ik heb nog steeds de zak ook niet opengemaakt. Nogmaals mijn excuses daarvoor, jongens. Maar wat is dit dan? Wat houdt dit in? Ik heb geen flauw idee wat er nou gaat gebeuren. Nou ja, zolang er niks gebeurt. Ik zie ballonnetjes. Nog steeds. Zijn de NPC's dan iets aan het doen? Ach, de NPC's hebben een die hebben een feestmutsje op. Krijg ik nou korting dan? They say there's a person who told the survivor, that's me. Oké, ze hebben een... Krijg ik nou korting? Wacht. Ik weet dat Piggybank altijd ingold. Ja, nee, ik krijg geen korting. Oké, dus ze hebben een feestmutsje op. En ondertussen hebben we dus ook Celia. Oké, ik weet niet wat het inhoudt, jongens. In één keer krijg ik die tekst in beeld. Hartstikke leuk. Ik ga nog heel eventjes snel verder met het hameren. Zoals je net in de fast-forward montage hebt gezien. We zijn al behoorlijk ver met het vlakmaken van dit landschap. Dus we maken zeker iets heel erg moois van, maar ik weet niet wat de party precies inhoudt. Ik zal er wat meer informatie over gaan proberen te vinden, maar op dit moment... ik heb echt geen idee wat het inhoudt, dus... iets met ballonnetjes. En waarschijnlijk is het alleen maar te doen bij... waar je huis is. Ach ja. Oké, ik heb een beetje research gedaan en ik weet nou ongeveer wat het inhoudt, die party. Dit is onze partymaker. Hij wou de party starten en... They will tell that Hills of Stevie someday. Good ones, I'm sure. Het blijkt dus sinds 1.3.2... dat er dus random een party kan komen. En op zich houdt het niet in. Jij zou een paar items misschien kunnen kopen of zo. Iedereen die zou dus van die mutsjes dragen. En er zouden dan hier in de buurt ook geen enemies spawnen of iets in die trend. Dus, en het heeft te maken met dat Terraria 5 jaar bestaat. Dus ja, dat heeft het er een beetje mee te maken. En natuurlijk dat de ballonnetjes op de achtergrond. Leuk detail, laten we het daarop houden. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat het allemaal inhoudt. En voor de rest, niks. Plain gezegd. Ik heb trouwens een raincoat aangedaan, vond ik wel grappig om dat eventjes te doen. En ik wil ook eventjes weer wat stuff gaan verkopen. Dus er zitten niet echt extra benefits aan of extra dingen die je kan krijgen. Omdat het dus ja, dit nou heeft. Maar Quick Shackle die wil ik zeker. Umbrella Head die vind ik niet echt handig. Ook al. Dit is al de tweede keer trouwens dat het regent in nog geen dag tijd. Maar ik wil dus de marble. Maar laten we eerst eventjes gaan kijken wat er allemaal in die trash bag zit. Wij hebben de Shield of Cthulhu. Die geeft 2 defense. En zorgt ervoor dat wij kunnen dashen. Dus die wil ik zeker eentje equippen. De shackle die bewaren we dan wel. We hebben extra unholy arrows. We hebben nog wooden arrows opgepakt. Die kan ik dan wel hier eventjes eventueel bij gooien. En natuurlijk de demonite ore en de corrupt seeds. Voor het verslaan van de Eye of Cthulhu. Nou, nadat ik dat allemaal gedaan heb, wil ik eigenlijk dus eerst nou werken aan de Wall of Awesome Commons. Want we hebben nou hier eindelijk een heel vlak gebied. En daar wil ik dus zeker nu aan gaan werken. En dat wou ik dus samen met jullie doen, alleen een terrein vlak maken. Ja, dat is wel zo'n saaie procedure. Daar heb ik eventjes een fast-forward slash montage van gemaakt. Want anders dacht ik bij mij, dat gaat veel te lang duren. En ja, dat gaat dan zoveel tijd in beslag nemen, dat zou zonde zijn. Dus oké, nou die hebben we niet meer nodig. Extra dirt, dat mag gewoon hierbij. Hout hebben we dadelijk inderdaad nodig. De marble hebben we nodig. Ik heb trouwens weer een nieuwe ster maken, zie ik. Dus, hoppakee, we zitten al op 120 mana. Mochten we dadelijk dus een leuk mana item vinden of krijgen. Ah, party time's over. Oftewel, dan is het nacht geworden. No.
Nou, dan ga ik heel eventjes de brug eventjes maken zoals dat ik van plan was om hem te maken. Want ja, er liggen hier heel veel items. Zoals jullie kunnen zien, ik heb het hier dus enorm vlak gemaakt. En ik had dus een enorm leuk idee voor huisje voor de Awesome Commons. Dus laten we eerst eventjes wat meer van deze dingen maken. En ik kan jullie ook vertellen, bouwen tijdens nachten of regen, dat is zwaar irritant. Want de vijanden die laten je echt geen seconde met rust. Of je nou aan het bouwen bent of niet. Zoals je hier dus ziet, dit oog, twee ogen, drie ogen. Zombies komen er alweer bij. Zo, dat wou ik heel eventjes maken. Ze laten je echt niet met rust. En echt lenzen, ik krijg ze maar heel erg weinig. En net ook was ik dus alleen maar aan het vlak maken. En in één keer een zooi zombies dat erbij kwam. Hier, kijk, licht. Ik moet op mijn HP gaan letten. Hoi. Ga jij eens neer. Dan ga jij ook eens neer. Zo. Nou ja, we hebben tenminste wel weer een lens bij. Maar goed, dit wou ik dus zo gaan maken. Zodat we hier dus wel een vlak terrein hebben. En als we dan hier overheen lopen. Dat we dan weer gelijk automatisch op het niveau daar komen. Plus we hebben een leuke fishing pond daaronder. Ik heb het water wel een beetje weg kunnen laten lopen. Maar ja, ik had zoiets van. Het is zo'n groot niveauverschil. Ik denk dat dit wel vlak genoeg is. En misschien dat we hier wel een boss area kunnen maken of iets. Maar het huisje van Awesome Commons, die wou ik dus hier gaan maken met marble stenen. Dus marble plateautjes, marble stenen, marble gebouwtje. Echt helemaal van marble. Kroonluchters die komen erin die we daar hebben gevonden. Zodat het echt een speciaal plekje voor jullie reacties is. Dus dat wou ik wel eventjes zo mooi mogelijk maken. Dus wat ik daarvoor nodig heb is, nou ja, we kunnen nou al Demonite bars maken. Hartstikke leuk. Daar had je toch ook die tissues voor nodig of zo. Weet ik veel. Maar volgens mij, ik wil namelijk plateautjes maken van marble. Dus dan moeten we eerst smooth marble maken. En echt serieus. Ik denk dat ik die zonnebloem even hier neerzet. Poef. Hopelijk werkt het effect goed genoeg. Nou. Wat ik wil doen is, ik wil smooth. Sorry vis. Je komt er niet in. Ik wil smooth blocks maken. Ik denk dat 200 wel zat is. En dan kunnen wij, als ik me niet vergis, ja, de marble platformpjes maken. En dan wil ik dus een mooi marble trapje maken naar boven toe. Dus om eventjes te beginnen. Hier zo ongeveer wel leuk. Of niet te hoog. Excuseert u mij heel eventjes. Want er is er eentje die mij niet wil rustig laten bouwen. Dank je. Irritantje. Goed. Nou. Zo, dat is het gebied waar het huisje op komt. Die ster gelijk mee pakken. Want wat dus de bedoeling is. Is dat we hier dus bovenop een huisje gaan bouwen. Nou zien we bijna niks. Dat komt echt door die regen en door die oh, dan wordt het zo donker. Echt verschrikkelijk gewoon. Oké, nou, weer trapje naar beneden toe. En nou denk ik dat ik achtergrond beams wil maken. En ik denk dat ik die ga maken van of achtergrond. Maar dan moet ik nog wel eventjes mee gaan kijken. Laten we eerst gewoon eventjes beginnen met het wall of commons huisje. Dus dat mag een hele mooie muur. Oeh. Oeh, een dikke muur. En een dikke vloer. Waarom ook niet? Gewoon echt zo'n, zo'n tempel idee zo. Waarom ook niet? Ik ga nog een tempel idee van maken. Moet ik alleen eventjes kijken hoe dat ik daar ga doen met een doorgang. Want zombie, ga nou eens fietsen. Ik ben aan het bouwen voor de kijkertjes. Ga iemand anders pesten. Sjeesh. Oké, okay, nou. Ik denk dat ik hier wel een leuk idee mee kan maken, dus. Dan ook zo'n gate ingooien of zo. Ik weet niet of je een marble gate kan maken, dat zou wel heel erg gaaf zijn. Want om er genoeg commons neer te hangen, ja, die gaan we dus wel weer gewoon maken met de. Even kijken, dat zijn drie blokken, denk ik. 1, 2, 3, denk ik. Even kijken, 2, 3. Ja, dat zijn de twee, dus 1, 2, 3. En dan heb ik een 3 breed, geloof ik. Even passen en meten dit. Bouwt eraf voor. Dan begin ik toch te twijfelen.
Volgens mij zijn het er 3. 1, 2, 3. Ja, 3 stuks. Oké, nou, weet je wat? Ik doe het eventjes zo maken. Zo kan ik ook bouwen. En dan 4 breed, dacht ik. 1, 2, 3. Oh, dat is die dash waar ik het over had. Dan kunnen we dus nou met de shield of Cthulhu. Maar ja, geeft ook nog eens een keer 2 extra defenses. Ja, 4 breed. Dus 1, 2, 3, 4. En er komt ondertussen weer zo'n zombie aan. Maar die zombie die kan van mij heel eventjes de pleuris krijgen. Want ik ben namelijk hier aan het bouwen. Ja, dus eventjes snel voor zorgen dat hij hier niet naartoe kan springen. Lekker puh. Ja, ik denk dat ik hier inderdaad pilaren van ga maken. En tot ik er dan een gate of zo mee maak. En dan komen daaronder komen dan van die beams. Ik denk dat we hier wel een heel leuk gebouw van de Awesome Commons van kunnen maken. En zeker omdat het met marble is, voelt het al heel erg speciaal aan. Dus ik bedoel, dat is leuk, want het moet ook speciaal zijn. Want het is speciaal voor mijn kijkers. Oké, nou, wat is nou de bedoeling is, is dat we dan 1, 2, 3, 4, 5... En dan een beetje vliegende oogballen nog aan toe. Mag ik alsjeblieft eventjes gewoon focussen op het bouwen? Ja, nou heb ik er eindelijk voor gezorgd dat die zombies me niet lastig gaan vallen. Komen van die vliegende oogballen voor mij. Zelfs Evie is er zagrijnig door. Ga weg. Oh, kijk naar mij. Hoe hoog dat ik kan vliegen, zodat je niet bij me kan komen. Pech. Oké, nou. Reden ook heel eventjes toortjes plaatsen, zodat we heel eventjes kunnen zien wat we überhaupt nou aan het doen zijn. Wat ik wil maken is namelijk zo'n mooi lang dak. Zodat daar ook een soort van zoldertje in komt. Even kijken. Ik denk dat dit wel hoog genoeg is. Maar volgens mij heb ik deze nou iets hoger gebouwd. Oeps. Ah, meetkunde. Daar ben ik eigenlijk altijd heel erg slecht in geweest. Zo. Een sterren die wil ik altijd meenemen. Zoef! Yay! Wat een dashing snelheid. Oké, nou. Ja, dit is de... Dat is de locatie waar het dak echt moet beginnen. Dus daar zat ik wel goed in. Auw! Misschien is het niet echt handig om zulke grote valafstanden te nemen. Nou, laten we heel eventjes dat eventjes doen. En die vanuit Barstel komt van eigens wel. Wij zijn met een Wall of Awesome Commons huisje bezig, dus... Ik weet niet hoeveel bouwblokken ik nodig heb. Genoeg in ieder geval. Nou. Weet ik in ieder geval dat deze dadelijk 5 hoog moet worden. Dat maakt niet zoveel uit. Kan ik dan mooi een tempel idee van maken. Dit maken we nog heel eventjes open. En dan gaan we heel eventjes dit weer dichtmaken zo. En wat zei ik nou? 2 eroverheen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan zo dichtmaken. Want dit kunnen we dan dadelijk weer open minen bij wijze van spreken. Tot we hier in de zolder ook nog verschillende komst kunnen plaatsen dus. En het lijkt inderdaad wel heel erg klein. Maar vergis je eigenlijk niet hoeveel komst dat er wel niet in kunnen komen. Ik wil jullie hier dus absoluut niet bij buiten sluiten. Dus... Daarom dat ik hier nou geen fast forward montage of iets van maak. Want ik bedoel, het is tenslotte voor jullie dit. Dus nog één rijtje hier dan extra. Dan precies even in het midden dadelijk openen. 1, 2, 3. Dan rekenen we er dadelijk wel uit. Oké, dus even kijken. Hè. Voor een gate was het 1, 2, 3, 4, 5. En een gate gaat gewoon mooi automatisch open. Dus even kijken. Zoiets. Dan moeten de pilaren eigenlijk nog één keer dikker. Dat vind ik weer lelijk. Misschien is het wel mooi hoor. Zo'n gate zo, dat je hem zo schuin krijgt. Ik denk dat dat wel kan werken. Dus ik bedoel, laten we het hopen. Wel hetzelfde maken als aan het andere punt, want anders werkt het natuurlijk niet. Hoi. Nou, daar komt dan die gate, daar komt die andere gate. Dit wordt helemaal wit gemaakt.
Ja, ik denk dat we hier op zich wel iets mee kunnen maken. Ik denk dat ik hem nou ga opvullen alvast met de marble background, tot ik er nou eventjes een fast forward in ga gooien. Dus geef me even een seconde en dan ben ik zo snel mogelijk weer bij jullie terug. Oké, eerst eventjes iets anders. Eventjes een kleine pauze stoppen tussendoor. Ik denk toch trouwens dat ik voor marble deuren ga. Onze merchant die is gespawned en die verkoopt de Lifeform Analyzer. Dat is handig als je dus de nymph nog nodig zou moeten hebben. Maar die wil ik sowieso eentje hebben. En een Damage Per Second Meter. Nou, die hebben we ook nog niet echt gehad, dus die wil ik ook eentje zeker kopen. Voor de rest, hij verkoopt wel een katana. Maar ja, wij hebben nou ondertussen al de Tiny Platinum. Hij is tiny. Ik zou de katana dan kunnen kopen. Deze is best wel slecht. We doen het. Ik heb de katana. Ik wil hem hebben. Geef maar. We hebben tenminste nog een goed bed. Yellow Team Blok. Yellow Team Platform. Leuk, denk ik. Wat hebben we dan nog meer? Dat is altijd handig. En ondertussen heeft Mume me zo vaak verteld van je verkoop of maak zo snel mogelijk pumpkin seeds dat je daar de kans voor krijgt. En dan ben ik nou de hele let's play al ondertussen vergeten. We hebben dus nou de Lifeform Analyzer en de DPS. Dus onze tekst hier die is al flink bezig. En een Gold Worm is in de buurt. We hebben een gouden worm. Nou, een gouden worm zouden we inderdaad kunnen gebruiken voor het vissen. Maar waarom zou ik dat in godsnaam doen als wij een gouden worm kunnen verkopen voor 10 gold? Dan hebben we die dingen ondertussen gratis gekregen. Nice. Dankjewel, Lifeform Analyzer. Nou, ondertussen hebben we dat geld ondertussen al terug. En Leonardo de Painter. Leonardo de Painter. Niet Leonardo da Vinci, maar Leonardo de Painter. Die is dus gearriveerd. Nou, dus deze die moet dan wel gewoon dicht blijven. Maar dan doen we het andersom. Dus dan komt hier gewoon inderdaad de marble deur in. En aan de andere kant, dan doen we dus heel erg mooi, doen we dat zo opvullen. Tot we dus kijken. Zo. Ja, dit is op zich wel mooi. Oh, eentje te ver. Zo. Maar ja, aan de andere kant, ik denk trouwens dat we het beter zo kunnen houden. Want er moeten namelijk nog verdiepingen komen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik denk dat het 8 van beide kanten nou is. Het zou heel mooi zijn als het inderdaad zo mooi uitkomt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect in het midden. Zonder dat ik er eigenlijk op gekiend had. Volgens mij kunnen we hier één rit van bordjes neer kwijt. Want bordjes, dit is 3 hoog. Ja. Ik denk dat we hier één rit van bordjes aan beide kanten kunnen. En dan boven kunnen we dan ook nog heel veel bordjes kwijt. Plus we kunnen beneden heel veel bordjes kwijt. Plus ik heb nog genoeg van deze dingen. Plus. Dus dan kunnen we heel mooi zo eventjes alvast verdiepingen maken. Wooden platform. Nee, wij willen marble hebben. En vergeet niet hieronder komen. Ik weet ook niet hoeveel comments. Het eventjes een beetje verfijnen met de hamer. Dit even mooi. Dank je. Oh, ik zei met de hamer pak ik de pickaxe. Heel erg slim. Even de hamer pakken. Zo. Even zo mooi maken. Vergeet niet nogmaals, het is het huisje voor jullie. Hè? We hebben een mooie bosbattle al gehad. Dus op zich niet verkeerd. Ik denk een hele mooie progress zover. Hè? Dus ik ben er eigenlijk best wel tevreden over. Oké, die ook nog eventjes zo. Kunnen we dat dan ook nog even mooi schuin maken? Kijk, dat ziet er al een stuk fancier uit zo. Het is alleen jammer dat we... Ja, we zouden trouwens... Wacht eventjes. Idee. Zo zie je maar weer. Spontane ideeën komen spontaan. Net zoals een deur open laten. Dat is niet slim. Maar ja, nou hebben we de katana die we even uit kunnen proberen. Hadouken! Oké, katana. Heel fijn wapen. Zeker een... zeker blij dat ik die gekocht heb. Ik bedoel, we hebben toch nog geen andere wapens. Dit vind ik gaaf. Dit vind ik zeker... ja, dit zijn pluspunten. Hier doen we het voor. En ik denk zelfs dat ik hier voor een... zoiets... Ja, en dan daar de kroonlucht erboven. Oké, even marble achtergrond maken. Geef me een seconde. Of trouwens,
doe maar eventjes een marble ding eens door. Doen we in de fast forward. Dat doen we nou in de fast forward. Dus wij gaan nu even de fast forward in. Ik denk dat dit op zich wel heel erg goed te doen is als we het zo neer zouden zetten. Oké, dan nog heel eventjes de gold chandelier. Die mag zeker hierboven eentje in het midden, want dat is toevallig eentje die we hier gevonden hebben. Een andere chandelier, ja, ik weet niet. Ik denk dat het daar een beetje te krap voor is en dat we hier beter iets van lantaarns of zoiets voor kunnen maken. Dus, ik bedoel, we hebben marble, dus ja, de wall hebben we nou niet meer nodig. Dus wat ik denk dat het leukste is om nou te gaan maken is, wij hebben namelijk die marble lanterns. Ik denk dat die het leukste zijn om die in de hoekjes juist op te hangen. Laten we er even vier even kopen. En, of ja, even maken. En dan even kijken. Als we er hier nou eentje neerhangen. Hier eentje neerhangen. En de traveler merchant is nu weg. Dat is dan jammer voor hem. En dan inderdaad hier ook nog twee neerzetten. Ja, ik denk dat dat heel erg leuk is. En dat we zo de bordjes neer gaan plaatsen. Zodat we dan jullie comments vanaf de volgende aflevering allemaal er neer gaan zetten. Dus er komt part 1, 2, 3, 4. Hoeveel dat ik hem al heb geüpload. Die komen dan in één keer neer op de bordjes. In het huis van de awesome comments zullen random geselecteerd worden. Natuurlijk ook als het een leuke comment is. En niet zo van first. Die zullen altijd geskipt worden. Dan zijn jullie daar van alvast op de hoogte. Dus, maar goed. Eventjes nog even snel. Waar heb ik? Daar heb ik. Twee van die lanterns maken. Hartstikke leuk. En dan vind ik dat wij een enorm leuk huisje hebben voor de amazing comments van jullie. Misschien nog twee daar in die hoekjes. Ik bedoel, dat geeft het een beetje een extra sfeertje. Ik ben nog niet tevreden namelijk. En als ik niet tevreden ben... op zich zijn ze niet echt heel erg duur. Hey, ga weg. Stinkslimes. Echt in de hoekjes, want in het midden daar hebben we al heel veel licht, dus. Ik bedoel, het is niet echt leuk om daar nou comments neer te plaatsen, dus. Ja, ik denk dat dit heel erg leuk is. Jongens, wij hebben een wall of amazing comments. Plus, we hebben de Eye of Cthulhu verslagen, dus ik denk dat dit zeker wel een hele leuke bouwaflevering was. In de volgende aflevering gaan wij richting de corruptie om te kijken of wij daar alvast nieuwe items te pakken kunnen gaan krijgen. Laten we ook heel eventjes hoi zeggen tegen onze nieuwe NPC's. Of nog even doei zeggen tegen onze nieuwe NPC's. Deze wall die doe ik nog wel heel eventjes offscreen er even in gooien. Dat is net zo makkelijk. Dus het is nou toch nacht geworden. En zoals je dus ziet, hier zijn alweer drie NPC's gespawnd. Hier moet nog een tafel bij komen. Hier kunnen we nog een NPC laten spawnen. Dus en misschien dat ik hier zelfs ook nog een zelf ingeproviseerde tak erin ga maken. Wie weet. Ik ga mijn inventory kleren. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie zoveel voor jullie support. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgende aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!